Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Mario Galaxy video! Heb je net een scheet gelaten, ofzo? Geen commentaar. Want we moeten Mario Galaxy gaan spelen! En daarvoor gaan we vandaag naar de Ghostly Galaxy, waar ik super veel zin in heb, want spoken leveltjes vind ik over het algemeen echt super vet. Luigi and the Haunted Mansion? Wacht even, gaan we Luigi ophalen? Wat? Zit Luigi in deze game? Wat, kijk hem daar! Huh? Wat doet hij hier? Zit Luigi gewoon in de... Nou, dit is grappig. Ik hoop dat we hem ook vrij kunnen spelen. Dat zou super lachen zijn. Luigi! Ik kom eraan! Oh, we kunnen met deze toad praten. Ze hebben Luigi gevonden in deze galaxy. En deze toad hoopt dat hij niet is opgegeten door spoken. Oké, daar gaan we door. Pas op voor die zwarte gaten. Wat? Kijk deze pompoen Goomba's. Geniaal. Kan ik hem gewoon pounden? Juist. Kijk, dit is lekker. Ik ga deze spin voor zijn bakken schieten. Hoppakee. Hoppakee. Lekker. Oké, we gaan op deze draaitrap. Kijk die botten aan de zijkant. Wow. Dit wordt sowieso één freaky kasteel. Volgens mij kunnen we hier gewoon chillen. Ja hoor. En door. Nice. Oh nee, een portret van Boo. Oké, wat gaat hier gebeuren? Yo, pak die... Oké, nee. Boo kunnen we niet pakken? Hoe gaan we dit doen? Oké, we moeten hem met het licht gaan pakken. Kom dan. Kom in het licht. Kom dan, Boo. Kom maar in het licht. Haha. Nice. Zo doen we dat. Dit beeld moeten we, denk ik, wegzien te krijgen hier. Ik weet alleen nog niet hoe. Laten we eerst dit maar even allemaal oppakken. Zo, hier zijn nog meer kistjes. Als ik nou precies in de midden spring, kijk. Jammer. Ik dacht dat ik ze alle vier in één had, maar maakt niet uit. Hey, Toad! De spoken hebben het licht, zegt Toad. Echt niet. Ik heb het licht. I control the lights. Kom dan. Kom maar. Lekker. Oh, je gaat er gewoon precies langs? Jij gaat er gewoon precies langs? Hier voor jou. Sleuteltje in de pocket. We moeten naar links, maar ik ga eerst even kijken wat hier is. Want inderdaad, hier is even zo'n blokje. Kunnen we weer wat starbits verzamelen. In de vorige aflevering zijn we namelijk best wel levens kwijtgeraakt. Als je dat wil zien, ga checken. En doe sowieso even een duimpje omhoog voor deze video. En vergeet niet te abonneren als je dit nou leuk vindt, hè. Niet vergeten. Want met abonneren help je mij super erg. En wij gaan eens even kijken wat we hier allemaal aan kunnen doen, jongens. Boom! Boom! Nog een keer boom! Lekker. Hij raakt me. Nee! Niet doen! Mag ik dit stukje? Dankjewel. We moeten zorgen dat we in ieder geval niet in het midden terechtkomen, want dan hebben we een groot probleem. Dus dat gaan we mooi even niet doen, jongens. Wij gaan gewoon even al deze stukjes pakken. Zo. En dan gaan we hier naartoe. En dan maken we hopelijk deze pompoen Goomba kapot. Als het lukt. Dat lukt niet. Maar ik heb wel het stukje te pakken. Dat is het belangrijkste. Oké, doei, hè. Doei. Oh, daar is nog een stukje. Geef me dit stukje. Dankjewel. Dan denk ik dat we straks hier naartoe moeten. Of we gaan gewoon nu alvast daar naartoe, want dat kan ook. Woehoe! Yeah! Nice! Ik heb geen idee waar we allemaal naartoe gaan. Misschien moeten we nu in deze en dan worden we op andere afgeschoten. Yay! Of misschien... Wat is hier nou de bedoeling van? Ik heb werkelijk waar geen idee. Oh, wacht. Hier is een switch. Kijk. En nu is duidelijk wat we hier moeten doen. Want nu moeten we wel onszelf laten schieten, want dan kunnen we superveel muntjes verzamelen. Alleen niet... Too much. Nu stoppen. Ja, en dan kunnen we nu deze... Ja, is alright. Pak ze. Nice. En we kunnen weer terug. Hoppakee. Kijk, moeten we nog één stukje pakken en die komt ook gelijk aangevlogen. Dat is lekker, jongens. En dan kunnen we onszelf naar buiten lanceren. Daar gaan we, Mario. Wow. Gaan we naar boven? Gaan we nu gewoon naar boven? Luigi is denk ik hierachter. Oh nee, ik zie hem niet. Oh, wat? Moeten we daarop schieten of zo? Nee, daar moeten we niet op schieten. Ik zie hier de sleutel. Oh, wacht even. Dan moeten we, denk ik, ons hier naartoe laten schieten of zo? Of moeten we ons hier naartoe... ja. Ik denk dat we ons hier naartoe moeten laten schieten. Dat we ons dan moeten laten vallen, zodat we de sleutel hebben. En dan hierop springen. Juist! Kijk, nice. Dan moeten we die pakken. Nu hebben we de sleutel te pakken. Dus even kijken wat we nog meer kunnen doen. Hey! Luigi! Dude! Wat ben je aan het doen hier dan? Luigi, man, ik kom eraan. Ik heb de sleutel. Alles komt goed. Don't you worry, my friend. Don't you worry, my brother. De deur is zelfs al open. Die hebben we net al open gedaan, blijkbaar. Oké, go. Breng ze naar het licht. Kom maar, boetjes. Kom maar. Heel goed. Kom maar. Oh, je moet wel in het licht, Boo. Wil je dan in dit licht? Kom maar. Juist. Super. Er zat er nog één. Die wil ik ook pakken. Kom maar. Kom maar, boetje.
Nou, dan maar weer naar dit licht. Boetje, kom maar. Ja. Ga maar in de lichtje. Hoppakee. Pak ik hier even deze grote munt. Huh? Wat is dit? Nee joh. Wat? We zijn gewoon Boo Mario. Kunnen we nou die up pakken hier? Want... Nee, ja, blijkbaar niet. Nou, dan kunnen we waarschijnlijk wel hier doorheen nu. Wat lachen. Luigi, het is je grote vriend. Het is je grote vriend Mario. Hier, kom je helpen, Luigi. Oh, wacht even. Ik snap het natuurlijk al. Ik moet nu in het licht, want dan word ik weer normale Mario. Luigi, ik ben er. Yo, bro, je bent er eindelijk. Ik raakte de Toads kwijt en het was verschrikkelijk. Maar ik heb mijn Power Star gevonden. Dus dat maakt het wel goed, toch? Luigi, dankjewel voor de powerster. Maar kom je mee, vriend? Oké, kom op. We gaan. We hebben de ster. Ja, kijk, hij gaat mee. Super cool. We hebben gewoon Luigi gevonden. En dat is ster nummer 21. Rosalina zegt welkom terug. Ik kan je broer zien vanaf hier. En ik durf te wedden dat als je hem vraagt dat hij je gaat helpen om powerstars te zoeken. We moeten even met hem gaan praten in de garage. Bro, je bent op zoek naar powerstars. Laat mij je helpen. Ik denk dat je de één gemist hebt in de Good Egg Galaxy. En als hij het vindt, dan zal hij me een brief schrijven. Oh, oké, cool. Nou, thanks. Dus vanaf nu moeten we terugreizen waarschijnlijk naar andere galaxies om daar nieuwe Power Stars te halen. En daar gaat Luigi ons bij helpen, want Luigi die gaat nou ook keihard op zoek volgens mij naar de Power Stars. Dus dat is helemaal top. Hey, we kunnen nu ook hier naar binnen. Volgens mij konden we eerst hier niet naar binnen, of wel? Hey! Rosalina, wat ben je hier dan aan het doen? Laat ons beginnen, zegt ze. Ze lijkt een beetje op Sinterklaas, met grote Sinterklaasboek. Oh, krijgen we nu gewoon te horen wat hier is gebeurd? Het Celestial Duo. Wow, dit is kleine Rosalina. Ons verhaal begint erg lang geleden met een jong meisje. En op een dag heeft ze een verroest spaceship gevonden. En die had een kleine star. En dit is de kleine star. En het meisje vroeg, wat is je naam en ben je verdwaald? En de ster die zei, ik ben Luma. En ik weet... ik wacht op mijn moeder. Ze zal me komen halen op een komeet. Maar die ster die wachtte al super lang. En het meisje zei, Pinky Promise, ik zal met jou op je moeder wachten. Ze gingen lekker samen sterren kijken, maar de moeder van Luma is nooit gevonden. En ze zei, waarom gaan we niet samen op zoek naar jouw moeder, in plaats van dat we hier gaan wachten? Ze hebben het ruimteschip gemaakt en ze zijn in de sterrenlucht gevlogen. En zo begon de reis op zoek naar de moeder van Luma. Nou, superleuk. Dit vind ik echt leuk. Gewoon een klein stukje backstory van Rosalina en Luma. Nou, laten we weer naar het spookhuis gaan. Het tweede level, een spookachtige sprint. Dus moeten we dit snel gaan doen? Ik zie echt superveel botten en schedels en what? Moeten we gewoon gaan racen tegen een boer of zo? Oké, daar gaan we weer. Go, 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 go. Wow. Go! Oké, we gaan over het dak van het spaceship. We moeten hier even wat starbitjes pakken. Lekker. Oké, toppie. En dan zijn we op deze planeet samen met een paar toads. En die zeggen, het is een spook. Oh, dit is eng. Yo, deze boer zegt, je bent ook op zoek naar het. Maar wat is het? Het zal waarschijnlijk wel weer zo'n ster zijn. En inderdaad, we moeten racen tegen Boe. Oké, let's go. 3, 2, 1. Hoppakee. Sowieso moeten wij sneller zijn. We gaan even afsnijden, jongens. Hoppakee. Oké, ja. Door. Kom op, Mario. Je bent sneller. Oké, ja. Die boer die kan er natuurlijk doorheen. Daar naartoe. Nee. Kom op nou. Ja, top. Daar naartoe. Nee. Ik moet eerst naar die. Hij gaat er gewoon onderdoor. Dit gaan we verliezen. Kom op, tempo. Waarom kan ik er niet eentje overslaan? Ik wil er eentje overslaan. Lukt allemaal niet. Oké, dit moeten we nog een keer gaan doen. Dit gaan we niet winnen. Oh, dit is echt lastig. Die freaking Boo kan er overal doorheen. Boo, jij speelt echt vals. Dat is niet eerlijk. Waarom speel jij vals? Dat is niet geaccepteerd. Oh, ik ga nu echt ook weer via de zijkant. Via de zijweg. Oh, dit is zo niet handig. Go. Wat is hier nou zo moeilijk aan? We hebben dit echt zo dik verloren. Hier zijn ook zelfs mijnen, joh. Auw, dat bedoel ik dus. Oh, wat? Dan moeten we helemaal terug. Doe eens normaal, joh. Dit gaan we nooit winnen. Oh, wacht. We moeten gewoon binnen de 1 minuut 30 zijn. Wat zit ik nou moeilijk te doen? Oké, dan gaan we nu via deze kant. En dan pakken we gelijk deze. Dat kan weer niet, natuurlijk. Oké, dan moeten we deze pakken. Hier in het midden. Dan moeten we gewoon een beetje voorzichtig doen, zo.
Ja, kijk, ik heb hem nu door hoor, jongens. Dit komt goed. We hebben verloren, maar dit komt goed. Oké, kom op, Mario. Nu gaan wij het gewoon doen. Kom maar op. Soepeltjes. Lekker. Kunnen we gelijk naar die middelste? Nee, net niet. Top. Door. Nice. Lekker. Super. En door. Naar die. En dan naar die. Juist. En dan naar die. En dan naar deze. En dan gelijk door naar deze. Ja. Dit gaat helemaal goed. Zouden we naar deze kunnen? En dan deze ster pakken. Kijk. Nu hebben wij ook een shortcut. Top. Zo doe je dat. Ik had hem net al gezien, die ster. Maar ik wist niet dat we die konden pakken. Maar natuurlijk konden we die pakken. Nou hopen dat dit ook goed gaat, want dit is een lastig stukje. Hier moeten we eigenlijk even heel rustig aan doen. Oh, ja, top. Hier naartoe. Lekker. Nice. Kijk hoe snel we zijn. Bijna onder de minuut. Hoppakee. 1 minuut 5. Toppie. En wat heb je nu te zeggen, boe? Hè? Huh? Nu krijgen we die ster, hè? Oké, hij is wel sportief. Hij geeft me die ster wel gewoon. Hij heeft verloren en hij geeft me gewoon die ster. Dat had ik misschien niet verwacht van een boe. Maar we hebben hem. Hoppakee. Nice. Hey, daar is Toad en die zegt, je hebt een brief van Luigi. En Luigi die heeft inderdaad een ster gevonden. Maar hij kan nu niet terug, dus we moeten hem gaan helpen. We krijgen een foto, zodat we niet vergeten waar Luigi is. Eens even kijken, waar is die? Volgens mij is die gewoon op de eerste planeet ergens. Dus dan moeten we weer even hier naartoe. En dan is die denk ik gewoon hier. In de Good Egg Galaxy. En hier staat een vraagtekentje bij. Dus het zal best wel een Dino Piranha level zijn. Luigi, ik kom je weer halen, broer. Oh, stond hij nou gewoon daar op het dak? Kijk, hij staat inderdaad gewoon hier op het dak, joh. Luigi, je bent super dichtbij. Kan ik hier gemakkelijk bovenop springen? Ja, kijk. Oeh, dit kon gewoon. Dit kon. Dan moet je even een goede backflip doen. Dan hier springen en dan zo. En dan... Oeh, dit kan. Of wacht even. Zag ik daar nou gewoon een... Nee, dat is geen groene buis, hè? Dat is een paarse of een oranje buis, volgens mij, daarboven. Het zou geniaal zijn als het gewoon zo kan. Hop, kom op. Nee, kom, Mario. Ik wil het nou ook gewoon zo doen. Volgens mij, dit moet kunnen. Kom op. Ja, zie je? Ah, nee, we waren er. Kom op, Mario, doe je trucjes even. Ja, juist. Yo, Luigi. Hij zegt, ik weet dat ik op je kon rekenen, broer. What, de Power Star? Ja, hij heeft hem in ieder geval bij zich. Hoppakee. En zo hebben we ook dit extra sterretje weer te pakken. Zo hebben we gewoon 2 sterren van Luigi in deze aflevering. Lekker hoor. Luigi. Goed gedaan, man. Lekker gevonden, deze Power Star. En we zijn weer terug. Ster nummer 23. Oké, dat was hem weer. In de volgende aflevering gaan we de baas verslaan in het spooklevel. Doe een duimpje omhoog en abonneer voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel.